Hé, hey, daar zijn we weer. Je zou je afvragen, waarom drink ik zoveel water? In dit filmpje ga ik je wijzen hoe belangrijk water is. Water drinken houdt je fit en gezond. Maar waarom is dat zo? Hoeveel water heeft je lichaam echt nodig? Kun je water vervangen met andere drankjes? Meer dan de helft van je lichaam bestaat uit water. Als je ongeveer 30 kilogram weegt, is dat iets meer dan 15 liter. Het verschilt een beetje per persoon. Wat is dus heel belangrijk, een paar dagen zonder eten kan je wel. Maar een paar dagen zonder water kan je helemaal niet. Water regelt je lichaamstemperatuur en zorgt ervoor dat alle voedingsstoffen en afvalstoffen op de goede plek komen. Ook je organen hebben genoeg water nodig om goed te functioneren. Als je sport, word je warm. Om af te koelen ga je zweten. Ook als je adem of naar de wc moet, verlies je vocht. Dan moet je dus water aanvullen. Als je te weinig water drinkt, kun je minder goed concentreren en krijg je last van hoofdpijn. Je moet elke dag ongeveer 8 glazen water drinken, dat is 1,5 liter. Als je veel beweegt bij het spelen en sporten of als het te warm is, heeft je lichaam steeds meer water nodig. Je hebt dan misschien zin in vruchtensap, sop of stroop. Daarmee kan je het water in je lichaam ook aanvullen. Maar pas op! In die drankjes zit er vaak veel suiker en dat is niet gezond. In water zitten er geen calorieën en je kunt water altijd en overal drinken. Proost! Als je deze video leuk vindt, druk op like, laat een comment achter en voor meer video druk op subscribe.